De regering heeft op vrijdag 6 november de aandelen van het bakovenbedrijf FAI volledig overgenomen. Het Belgisch bedrijf dat 90% van de aandelen had, is begin dit jaar vertrokken uit Suriname. Minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zei afgelopen woensdag in een gesprek met journalisten dat de regering reeds elke maand inkomt met de lonen van de werknemers van FAI. Maar om het bedrijf verder te ontwikkelen, moest deze volledig in de boezem van de staat. Maar in verdere maatregelen treffen in het bedrijf, dan ga je misschien iets doen wat dan de grote aandeelhouder ten goede zou komen. Dus belangrijk is dat we eerst de aandelen overnemen. Minister Pralaat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij afgelopen woensdag bij het kabinet van de vicepresident. Nu de overname van de aandelen van FAI officieel is, zal het ministerie werken aan het oplossen van de problemen.